Welkom op Stadsboerderij Almere. We staan hier in de tweede locatie van ons bedrijf. Een nieuwe boerderij, 5 jaar oud. We staan hier tussen de vleesveekoeien. We hebben ongeveer 200 vleesveekoeien. 200 hectare akkerbouw, waar we verschillende gewassen telen. Deze koeien hier links, dat zijn rode vlekvierkoeien. En die hebben we gekocht 4 jaar geleden toen deze stal gebouwd werd. Ook met het doel om die te kunnen melken. Dus ze zijn heel goed te melken. We hebben geen melkquotum, dat willen we ook niet kopen. Dus we wachten momenteel nog even af. Vroeger was er nog maar 1 locatie. Zijn we begonnen op de Kempaan. Dat is hier 4 kilometer verderop. Tom en Tineke, de eigenaren, die zijn echt heel klein begonnen. Met reservegronden van gemeente Almere. Waar een groot deel van ons land is nu ook nog steeds reservegrond. En die is verdeeld over wel 50 percelen. Om heel Almere heen eigenlijk. En op het bedrijf waar we nu staan is ook onze eerste aangekochte grond. Dus de eerste 40 hectare echt eigendom. En daar zijn we ook ontzettend blij mee. En dat is ook waar we meer naartoe moeten, naar meer eigendom. Dat we meer zekerheid creëren. Ja, hier staan we op de kavel van Vliervelden. Dus dit is onze akkerbouwkavel die we zelf gekocht hebben een aantal jaar geleden. En het bestaat uit 2 gedeeltes. We hebben hier het akkerbouwland waar onze vruchtvissing van de akkerbouw ligt. En hiernaast hebben we het stuk wat voor natuur bestemd is. En waar onze koeien weiden en waar we de haag aan geplant hebben. En op deze kavel hier waar we nu bovenop staan, dat is de grasklaver. Dat is eigenlijk de basis in de vruchtwisseling. Hè? Dus 1,5 tot 2 jaar grasklaver. En dan vervolgens de akkerbouwgewassen. En die moeten we eigenlijk vooral doen met de stikstof die in deze grasklaver gewonnen wordt. En die vullen we dan aan met de mest uit de stal. Dus dat is vooral de potstalmest. En die potstalmest die moet eigenlijk zorgen voor de humusopbouw. De potstalmest dat is ontzettend rijk aan humuszuren. Veel rijker als welke andere mestsoort dan ook. Juist dat evenwicht van stikstof en humuszuren, dat is eigenlijk de basis van je bodemvruchtbaarheid. Dat proberen we hier te ontwikkelen. En ook in samenhang met bijvoorbeeld, we ploegen hier heel ondiep. We ploegen hier niet dieper dan 15 centimeter. Zodat alles wat je daar opbouwt en wat je ook aan bodemleven opbouwt, dat ook behouden blijft. Dat je dat niet te diep weglegt, zodat het weer opnieuw moet beginnen. Ja, als je alles met je eigen mest, dus alles wat je zelf produceert, ook weer je vruchtwisseling wil rondzetten, dan moet je ook met een heel laag stikstofniveau kunnen werken. En dat proberen we ook. Dus we zitten nu op zo'n beetje 95 kilogram stikstof per hectare. En dat is ongeveer het evenwicht tussen hetgeen wat je zelf kunt produceren en wat je gewassen nodig hebt. Maar daarvoor vraagt dat vraagt wel in je vruchtwisseling dat je vruchtbaarheid gewoon echt optimaal op orde is. En dat je structuur op orde is. Anders dan lukt dat niet met zo weinig stikstof. En we hebben hier naast het akkerland en de koeienstal de kans gekregen om ook mensen op het erf te laten wonen. Dus een heel aantal mensen heeft hier dus eigen huis gebouwd. En er heeft ook een bouwbedrijf een appartementengebouw neergezet. En daar zijn 21 appartementen in. Daarnaast dus nog 7 woningen. Dus er wonen hier ruim 50 mensen op het erf. Vlak naast de stal van de koeien. Vlak naast de akker en vlak naast het nieuwe natuurgebied wat we hier ook aan het ontwikkelen zijn. Deze plek is wel bijzonder, want het is een nieuwe wijk van Almere, waar stadslandbouw eigenlijk de drager van het gebied is en waar iedereen zijn eigen huis kan bouwen. Dat hoor je dus ook aan het gehei. Het is een stadsdeel in ontwikkeling. In totaal wordt het ongeveer 4000 hectare groot. En wij zijn eigenlijk bij de eerste gedeelte betrokken geweest. En dit was voor ons een gouden kans om onze droom om stad en land te verbinden weer een nieuwe invulling te geven, doordat mensen hier kunnen wonen, maar ook met de boerderijwinkel op het erf erbij en de kinderopvang. Want er ontstaat hier langzamerhand rond onze boerderij een heel stadsdeel waar mensen ook boodschappen moeten doen en hun kindertjes naar school moeten brengen. En het is heel erg mooi dat de boerderij daar ook een rol in kan vervullen. Het idee is eigenlijk ontstaan omdat Tom en ik, toen we 25 jaar geleden of zo begonnen in Almere op ons eerste erf, dat we meteen dachten, ja,
Het is in Nederland zo ver verwijderd, stad en land. Boeren weten niet wat burgers willen. Burgers hebben allemaal meningen over boeren die nergens op gebaseerd zijn. Laten we eens proberen om een bruggetje te maken. En wij hadden een gouden plek wat dat betreft, vlak buiten de grote, snel groeiende stad Almere. En aan de andere kant het hele mooie landbouwgebied van de Flevopolder. En het is heel mooi dat we op die manier stad en land weer veel meer met elkaar kunnen verbinden. En ik denk wel dat het daar naartoe moet in de toekomst.